عليك انا جيني جيني جو باركة ملك الدو keihard. Herres. Thuiskomen. Zelfliefde. Datgene wat vriendschap familie maakt en wat familie vriendschap maakt en hoe dat samenkomt. Ik denk dat Lenya's verhaallijn in seizoen 2 vooral gaat over dat ze meer voor zichzelf kiest. En wat er dan gebeurt in het geval van Lenya is eigenlijk gaat ze toch weer een soort van leunen weer op de cultuur, waarin het dan gebruikelijk is van je gaat lekker voor een leuke man en je gaat voor het traditionele en lekker thuis en man is de kostwinnaar, tot grote verbazing van haar vriendinnen dan. En dan kom je dus voor de keuze op een gegeven moment te staan van overleeft onze vriendschap dit? Ondanks onze verschillen, pas jij nog wel bij het leven dat ik vanaf nu voor mezelf wil? Een belangrijk thema is thuiskomen voor Sophia. Ze dacht, als ik eenmaal weet wie mijn vader is, dan ben ik thuis. En volgens mij komt ze er heel erg achter dat ze kan thuiskomen bij zichzelf. Voor mij is wel een groot thema ook van wat is de dynamiek tussen een man en een vrouw in een relatie? Hoe kijk je naar jezelf en hoe vind je jezelf waardevol genoeg of goed genoeg om sterk te blijven staan in je schoenen? Een van de mooiste thema's vind ik wel dat Samira gewoon echt voor haarzelf kiest. Samira die gaat in dit seizoen wel echt haar droom achterna. Ze wil dus echt haar eigen kledinglijn beginnen. En daar gaat ze dus dan ook echt voor, want ze is de andere baantjes helemaal zat. Maar ja, in het tweede seizoen gaan we dus naar Marokko. Dat is echt fantastisch. Daar hebben we echt prachtige scènes opgenomen. Marokko dat is voor mij zo dierbaar. Ik voel me daar heel erg thuis en het is echt een deel van mij. Kijk, als ik een rol speel, dan word ik een beetje die rol. Dus dan gaat die persoon toch een beetje ergens in mij wonen. Het gekke is als ik die scène schrijf, dan bedenk ik niet dat ik ze zelf speel. Dat vergeet ik een beetje. En dan moet ik ze leren en dan denk ik, oh nee. Ik moet het gaan spelen. En dan soms is het iets wat lastig te spelen is of wat gênant is. Maar dan heb ik het zelf bedacht en dan kan ik eigenlijk niet klagen. Op zich lijken Sophia en ik een beetje op elkaar in die zin dat ik ook super zoekende ben. Ik ben zelf niet Marokkaans, maar wel vol Syrisch, zeg maar. Alleen ik ben wel hier mijn grootste deel van mijn leven opgegroeid. Die dubbelheid die Sophia voelt als mens en dat ze gewoon zich... Zij zegt dan, ik voel me half. Ik wil het meer benoemen als, je voelt je dubbel. Want dat, ik denk altijd en niet of. Dus ik denk die zoektocht van Sophia van de twee helften van haar samenbrengen op haar eigen manier is iets wat ik ook mijn hele leven heb geprobeerd te doen en waar ik nog steeds in aan het zoeken ben. Wat betekent mijn cultuur voor mij? Het is gewoon mijn character. Er zijn heel veel aspecten wat bij Samira gebeurt dat het ook in mijn eigen leven speelt. Dus ik voel deze rol gewoon... Ja, tot op het bot. Ik vind het heel leuk om Lenya te spelen. The whole, oh my god, ze wordt verliefd op iemand. Ik denk dat dat wel in the first place een uitdaging was. Waar ik ook wel van wakker heb gelegen ook. Voordat we begonnen dacht ik wel echt van, oh my goodness gracious, hoe gaan we dit doen? Ik ben niet zo, ik ben niet zacht, ik ben niet... Dat ben ik niet. Dus dat was voor mij wel dat ik dacht... But I did it. Een van mijn favoriete afleveringen van dit seizoen is de modeshow, de fashion show. Omdat er heel veel lijntjes samenkomen voor alle personages eigenlijk. Er zijn alleen maar conflicten, overal. Nou ja, wat me heel erg geraakt heeft, in Marokko de begrafenis van de vader van Lenya spelen. Dat was heel pittig, want ik was net 2 maanden ervoor als ik mijn eigen vader begraven in Marokko ook. In hetzelfde landschap. Ja, dat is echt... surrealistisch, laat ik het zo zeggen. In seizoen 1 staat Samira best wel heel veel in de schaduw van haar vriendinnen. En is het toch nog wel een beetje de taboe wat ze door moet breken, zeg maar. En dat gaat heel mooi in seizoen 2 gaan we dat laten zien. Ik vind die scènes met mijn dochter vond ik wel heel leuk om te doen. Ze is wel een hele goede actrice. En zij kan, ja, ze doet dat heel leuk. Kijk, ik ben geneigd om te zeggen leugentje om bestwil. Omdat ik kan wel zeg maar zeggen dat ik altijd eerlijk ben, maar dat is gewoon niet zo. Ik zeg altijd eerlijk.
Ook als je een leugentje om best wil. Af en toe leugen voor eigen best wel. Soms mag je een gedachte hebben die je gewoon voor je kan houden. Leugentje om eigen best wel. Take my money. Uitgeven. Hier is mijn pinpas. Uitgeven natuurlijk. Oh! Uitgeven. Yes. Sparen. Vooral als het niet mijn geld is. Ja, daar hou ik heel erg van. Familie. Als we nou zeggen dat sommige vrienden net familie zijn, dan familie. Nou, mijn vrienden zijn mijn familie. Dat is het. Het is geen verschil. Ja, precies. Carrière. Ik ga nu echt voor carrière en voor mezelf. LinkedIn. Ik heb heel lang carrière op één gezet. Maar zo 10 jaar mijn carrière nu belevend, ben ik voor vrienden gegaan. Is voor mij ook hetzelfde. We zitten hier toch met de tweeën. Ja toch? We zijn toch aan het werk? We hebben toch vriendschap? Ja, het is ook hetzelfde. Ik ga helemaal niet kiezen. Vriendschap is heel belangrijk voor mij. We hebben het altijd over de ware liefde. Maar je kan ook gewoon een soort van ook werken aan de ware vriendschap. Voor elkaar koken. Dat er geen oordeel is. Ja, ik denk dat ik dat het allerbelangrijkste vind. Slecht kunnen koken, maar alsnog voor elkaar koken en daar niet op veroordeeld worden. In plaats van al het gedoe met dat huwelijk waar we het over hadden, dat je met je vrienden kan trouwen. Dat je gewoon zegt, wij, door dik en dun, ja, totdat de dood ons scheidt. Ja, dan heb je heel veel feestjes gewoon. Ja, ja, dus vriendschap, vierde vriendschapfeestjes. Ja. Gewoon eten bestellen kan ook, hè? Ja. Helemaal niet bestellen. Ga niet koken. Precies. Stel een pizza voor je vriendin of zo. Ja, de vriendschap tussen de vrouwen wordt ook intenser eigenlijk. En allemaal gaat ook op zoek naar een nieuwe woning, naar een nieuw werk. Dus ze gaat er wel weer op zijn amals weer helemaal 100% voor veel te veel energie. Ook veel te veel als personage gaat ze er weer in. In Lemya's geval zorgt rouw om haar vader, zorgt ervoor eigenlijk dat ze in een soort van quarter life crisis terechtkomt. En heel erg aan zichzelf ook gaat twijfelen. En dat haar hele toekomstperspectief ineens het shift. Het is niet meer wat ze voor het overlijden van haar vader voor ogen had. En ze zit met de thema's rouw. En ik denk dat als je aan het rouwen bent, dat dat ook heel veel impact heeft op de relaties dichtbij. Op je vriendschappen, je familie en ook liefde. Ze gaat liefde op een andere manier toelaten. Dat is heel spannend voor Lemya. Maar ze doet het wel. In seizoen 2 heeft haar man, Ferit, heeft dus een stapje terug gedaan voor het werk van zijn vrouw en ook voor het sociale leven van zijn vrouw. En dan bouwt de wrok zich een beetje op. Want ja, dat was ook weer niet de bedoeling. Dus hij gunde haar wel haar eigen leven, maar het is eigenlijk ten koste van hem gegaan. En dan is het nog heel moeilijk om je vrouw van alles te gunnen. Ik vind het einde van dit seizoen prachtig. Dat ga ik nog niet verklappen, moeten jullie maar kijken.